Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie zijn aangeschoven bij de voorlichting voor tweetalig onderwijs op het Sint Maartenscollege. Ik ben Heike Hemelsoet. Ik ben hier coördinator van het tweetalig onderwijs op deze school. Daarnaast geef ik ook Engels, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. En ik ga jullie vanavond wat meer vertellen over het tweetalig onderwijs bij ons op school. Er zullen ook een aantal docenten en leerlingen uiteindelijk aanschuiven. We hebben dit vooraf opgenomen vanwege corona. Het is af en toe lastig plannen met wat uitval. Dus we dachten het zekere voor het onzekere en laten we er een opname van maken. Later vanavond is er wel een mogelijkheid om live met mij in gesprek te gaan en vragen te stellen. En voor de leerlingen die thuis zitten is er de mogelijkheid om lesjes te volgen. Dat komt over een half uurtje ongeveer. Dan ga ik jullie iets vertellen over tweetalig VWO. En misschien vraag je je wel af als leerling, waarom zou ik eigenlijk wel kiezen voor tweetalig VWO? Nou, er zijn een aantal redenen waarom leerlingen het fijn vinden om een tweetalige opleiding te doen, waarbij ze veel Engels krijgen. Vaak zien we dat leerlingen er in de toekomst voor kiezen om stage te gaan lopen in het buitenland, een opleiding te volgen, dan wel hier in Nederland, waar toch veel colleges en boeken in het Engels zijn. Dan wel in het buitenland een opleiding te gaan volgen of een jaar er tussenuit te gaan en een gap year te nemen bijvoorbeeld. En mocht dat niet zo zijn, komen ze soms in gedurende hun loopbaan toch nog bij een bedrijf terecht waar de voertaal Engels is of ze veel buitenlandse collega's hebben. Dus dan komt de taal gewoon heel veel van pas. Nou, dan kun je je afvragen hoe ziet dat er dan ongeveer uit, tweetalig bij ons op school. Wij zijn een TTO junior school. Dat wil zeggen dat in de onderbouw de eerste 3 jaar de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven. Dat betekent dat leerlingen onderling met elkaar in het Engels moeten praten. Maar ook dat de boeken in het Engels zijn, de toetsen zijn in het Engels. En na die 3 jaar hebben de meeste leerlingen B2 niveau bereikt. Dan kun je eigenlijk heel goed gesprekken houden over bekende onderwerpen. Die je hier op school hebt gehad. En daarnaast is naast het Engels, want dat is toch vaak waar mensen als eerste aan denken, B2-talig, maar is eigenlijk niet het enige aspect. Er is ook zoiets als Europese en internationale oriëntatie, dus een stukje wereldburgerschap. Wie ben jij? Hoe verhoud je je tot andere mensen van andere culturen? En we doen dus ook heel veel projecten waarbij we dat stimuleren. Zo kun je denken aan, zoals ook op de foto's zichtbaar is, denken aan een reis naar Londen of een reis naar York. Maar ook uitwisselingen met leerlingen wel wat dichter bij huis. We wisselen ook uit met leerlingen van de Britse school hier in Voorschoten, waar natuurlijk de taal ook Engels is. We hebben ook momenteel een online project lopen met leerlingen uit Brazilië. Dus dat hoort ook bij tweetalig onderwijs. Dus het is niet alleen maar lessen in het Engels, maar ook inderdaad cultuurverschillen. Nou, over die lessen, ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, maar welke vakken worden dan in het Engels gegeven? Nou, natuurlijk het vak Engels zelf wordt in het Engels gegeven, maar daarnaast zijn er nog veel meer vakken. Je kunt daarbij denken aan geschiedenis, aardrijkskunde, maar ook creatieve vakken zoals handvaardigheid en drama, tekenen, maar ook wiskunde, biologie. Het zijn allemaal vakken die bij ons op school in het Engels worden gegeven. Nou, als je met tweetaligen doorgaat, dan komen daar in de tweede klas en in de derde klas zelfs nog vakken bij, zoals natuurkunde, scheikunde en economie. Dus heel veel Engels. Natuurlijk zijn er ook vakken die in het Nederlands worden gegeven. Alle andere talen, zoals Nederlands, maar Frans en Duits, gaan natuurlijk via het Nederlands of via die taal zelf. Je gebruikt ook die andere talen. Dan zijn er ook nog een aantal certificaten die je kan behalen als je hier bij ons tweetalig onderwijs volgt. Denk daarbij aan het eind van de derde klas het TTO Junior Certificaat. Dat is een certificaat dat wordt uitgegeven door het NUFIC. Zij zijn de organisatie achter tweetalig onderwijs. En als je 3 jaar lang bij ons tweetalig hebt gevolgd, dan krijg je dus een certificaat om dat aan te tonen. Eigenlijk gaan alle leerlingen bij ons ook door naar het 4e jaar, omdat ze daarbij het Cambridge-examen doen. Dat is een Engelse taaltoets. Daarbij kijken we naar het taalniveau wat leerlingen hebben gehaald. En we zien dat eigenlijk alle leerlingen C1-niveau halen. Dat is het 1 na hoogste niveau wat mogelijk is. En we hebben ook altijd nog een deel van de leerlingen die zelfs boven dit niveau uitstijgt en het C2-niveau behaalt.
Nou, mocht je er dan voor kiezen na de vierde om nog extra Engelse lessen te volgen, dan kan dat. Ondertussen zijn alle vakken wel terug in het Nederlands gegeven, omdat je moet gaan voorbereiden op de examens. En de examens worden in Nederland nog steeds afgenomen in het Nederlands. Toch zijn er veel leerlingen die ervoor kiezen om wel extra uren Engels te volgen. En dat doe je dan in het International Baccalaureate programma. Daarvan geven wij het vak English en dan Language and Literature. En dat is een heel erg verdiepend vak. Daarbij gaat het niet zozeer meer om taalverwerving, maar gaat het meer over literatuur lezen. En ook andere soorten teksten bekijken. Je kan daarbij ook bedenken aan een tv-reclames bijvoorbeeld. Hoe zitten die in elkaar? Hoe werken die? Dus je gaat dan, is eigenlijk de Engelse taal meer een middel om te communiceren. En vaak een goede voorbereiding op vervolgopleidingen. Nou, tenslotte zijn veel leerlingen altijd wel nieuwsgierig. Oké, misschien wil ik dit wel doen. Maar hoe zit het dan met de toelating? Wanneer mag ik eigenlijk op het tweetalige VWO instromen? Nou, daarvoor hebben we eigenlijk maar één eis. En dat is dat je VWO-advies hebt gekregen van je basisschool. Je hoeft bij ons geen taaltoets te doen. Je hoeft niet al goed te zijn in Engels. We hebben leerlingen die heel veel Engels al op hun basisschool hebben gehad. We hebben ook leerlingen die nog heel weinig Engels hebben gehad. Dat is allemaal prima. Dus je hoeft nog niks te kunnen met je Engelse taal. Wij gaan je hier aan de hand nemen om in dat eerste jaar iedereen op een bepaald niveau te krijgen. En dat lukt eigenlijk altijd heel goed. Qua kosten is het zo dat we een vrijwillige ouderbijdrage vragen van €475 per schooljaar. Om ervoor te zorgen dat er extra lessen bekostigd kunnen worden. Dat onze docenten op extra scholing kunnen gaan. Zodat zij hun Engels op het correcte niveau weten te behouden. Zo ziet dat er een beetje uit. En dan gaan we zo verder naar een gesprekje met een aantal leerlingen. Ik denk dat het voor jullie ook heel erg leuk is om iets te horen van de ervaringen van leerlingen die hier op school zitten. Dus bij mij zijn nu twee leerlingen aangeschoven. Ik heb hier Lucy en Isis. Zij zitten allebei bij ons in de TTO Brugklas. En ik heb een paar vragen voor ze. Vooral over waarom jullie eigenlijk hebben gekozen voor het tweetalig onderwijs. Ik heb ervoor gekozen omdat ik het zag als een hele leuke uitdaging om naast het normale VWO ook meerdere vakken in het Engels te krijgen. En ik vind het nog steeds eigenlijk hartstikke leuk. Oké. Yeah. Ja, ik heb er eigenlijk voor gekozen om een beetje goed te kunnen communiceren in andere landen met mensen. Maar ook bijvoorbeeld om gewoon een beetje meer te verdiepen in de Engelse taal. Oké, okay. Je zegt uitdaging. Wat is tot nu toe de grootste uitdaging geweest? Behalve ook gewoon Engels spreken in de les. Ook gewoon de dingen begrijpen die de docenten uitleggen. Want dat kan soms ook best wel wat moeilijker zijn. Maar gelukkig zijn de docenten heel aardig en die leggen gewoon alles heel goed uit. Nou, fijn om te horen. En hoe ging het dan in die eerste paar weken? Want ik denk dat heel veel leerlingen die thuis zitten te kijken denken, maar kan ik dat wel? En dan is alles in het Engels. Hoe gaan die eerste weken hier op school? Het ging heel goed. We hebben het gewoon heel rustig opgebouwd met z'n allen naar nu. Want nu moet je wel gewoon echt Engels spreken in de les. Wordt ook wel gewoon van je verwacht. Maar in de eerste week, als je een keertje niet Engels sprak, was het ook geen probleem. En nu nog steeds, als je een Engels woord niet weet of zo, soms dan zeggen ze er wat van, maar heel vaak ook gewoon niet. Ja, dus het gaat heel erg over Engels spreken, maar zijn ook al je boeken in het Engels? Of hoe loopt dat? We hebben de meeste vakken natuurlijk in het Engels. Sommige uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld Nederlands en Frans les, die worden gewoon in het Nederlands gegeven, omdat het anders te ingewikkeld wordt. Als je les in het Engels wordt gegeven, dan heb je ook het boek in het Engels. Maar zoals Isis ook al zei, docenten zijn daar heel rustig in. En als je iets niet weet, dan mag je het gewoon in het Nederlands zeggen en daar wordt verder niks over gezegd. Ja, merk je wel dat ze nu ietsje strenger zijn dan daarvoor? Dus in het begin misschien iets rustiger, maar dat ze nu wel vaker zeggen, ja, maar kun je het ook in het Engels? Ja, dat is in het begin natuurlijk heel erg wennen voor leerlingen, dus dan mogen ze ook gewoon hele stukken of hele verhalen in het Nederlands vertellen. En dat proberen docenten steeds meer op te bouwen om steeds meer gewend te raken aan het Engels. Ja, en is het bij jullie al goed gelukt om steeds meer Engels te praten? Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Het wordt gewoon heel snel normaal. Ja, fijn om te horen. Spreken jullie ook wel eens onderling met elkaar in de les Engels? Als het moet, wel. Want sommige docenten die zeggen dan bijvoorbeeld van, ik wil wel dat jullie met elkaar Engels praten, want dat is ook oefenen in het Engels.
Ja, maar dat is natuurlijk af en toe ook een beetje een vreemde situatie. Want je weet ook dat je allebei Nederlands kan. Ja. Maar dan vraag je ze om Engels te spreken. Maar dat, waarschijnlijk gaat het vanzelf steeds beter. Ja, zeker. Ja, wat ook op een gegeven moment ga je er zo erg gewend aan raken. Wat ik tenminste heb, is dat ik ook met sommige klasgenootjes gewoon in een Nederlandse les alsnog Engels blijf praten. Ja, want het wordt zo'n gewenning, al het Engels de hele tijd. Zijn jullie allebei nog heel erg blij met jullie keuze voor tweetalig onderwijs? Ja, zeker. Nou, heel fijn dat jullie even iets wilden vertellen over jullie ervaringen hier op school. En dan gaan wij zo verder met een paar bovenbouwleerlingen. Nou, nu bij mij aangeschoven zijn een aantal bovenbouwleerlingen. Ik heb hier Len, Maya, Megan en Charlotte. Zij zitten momenteel alle vier in de 5 TTO. En ik denk dat het voor leerlingen thuis ook wel interessant om te horen is hoe het TTO is als je al een paar jaar hier op school zit. Dus misschien kunnen jullie ook nog iets meer vertellen over niet zozeer over de lessen, maar wat je daarnaast nog allemaal in de TTO doet. Heel veel reisjes. Heel veel reisjes, nou vertel. Nou, je gaat sowieso, in de eerste zijn we naar York gegaan. Dat ja, is een heel leuk project. We zijn ook naar Ypres geweest voor het Eerste Wereldoorlog project was dat volgens mij. Ja, je gaat eigenlijk naar heel veel plekken toe en je doet meer projecten. En ook naar de British School geweest bijvoorbeeld, als uitwisseling. Hebben we daar zien voorschoten. En ja, je kunt heel veel extra dingen eigenlijk dan een normale VWO-klasse. Ja, en wat vond je, wat was voor jou het leukste project dat je gedaan hebt? York. Ja, waarom? Ja, je gaat met school op reis naar Engeland en het is toch wel iets apart. Zeker in de eerste, ik vond het echt heel erg leuk. En voor de anderen, was dat voor jullie ook het meest mooie moment of niet? Ja, het is toch wel echt een hoogtepunt, want we waren denk ik 3 dagen dan naar York gegaan. Dus dat is het langste tripje wat de hele onderbouw heeft gehad. Iedereen is er natuurlijk jaloers op en dat is altijd wel leuk. En ja, gewoon daar zijn was ook gewoon best wel leuk. Ja, je hebt natuurlijk heel veel leuke dingen gezien en gedaan daar. Je noemde ook nog andere projecten. Daarbij heb je ook samengewerkt met andere leerlingen. Hoe was dat dan? Interessant. Ja, dat was heel leuk, want je leert ook andere culturen soort van kennen. Want de British School, maar we hebben ook de German School volgens mij gedaan. Maar ik heb zelf de British School gedaan. Maar bijvoorbeeld, dat is heel apart, want die komen uit een heel ander soort cultuur. Die hebben een eigen rugbyveld en daar praten ze gewoon echt standaard Engels op school. En het werkt daar heel anders. Dat is wel heel interessant voor mij om te zien. Ja, en misschien kunnen jullie ook nog iets vertellen over de drama workshops die we hebben. We hebben een aantal in de brugklasse doen we een Little Victorian show. En in de tweede heb je misschien ook Shakespeare gedaan. Dus misschien kan een van jullie daar iets over vertellen. Nou, ik moet zeggen dat het project bijvoorbeeld over de Little Victorians, dat was wel heel erg leuk en bijzonder om te doen, zeg maar. Want normaal ben je niet zo, op middelbare school denk je misschien niet gelijk aan drama als je daarover nadenkt. Meer over vakken zoals wiskunde en Frans en Duits. Maar het is toch heel bijzonder ook nog eens in het Engels met je klasgenoten, waar je net mee bent begonnen dan, in het Engels praten, toch een heel toneelstuk kan opvoeren, zeg maar. Dus dat is wel heel erg bijzonder. Ja, en ik vind zelf dat als ik daar het toneelstuk kijk, altijd zo bijzonder dat je helemaal van tevoren niet weet wat je gaat doen. En je krijgt ook niet per se van tevoren, je krijgt geen tekst van tevoren. En als toeschouwer zie je allemaal losse scènes ontstaan en je denkt, waar gaat dit naartoe? En opeens, halverwege, zeggen ze, we gaan nu de show opvoeren. En er ontstaat een hele show die gewoon aan elkaar vastzit en logisch is. En dat vind ik ook wel heel mooi om te zien. En dat iedereen dan ook Engels spreekt. Dus jullie hebben ook nog een keer volgens mij International Breakfast gedaan. Weet je nog welk land jullie hebben gepresenteerd daarvoor? Ik was Amerika. Ik Spanje. Ja, ik was dat samen met Maya. Wij hebben samen Spanje gedaan. En ik heb China gedaan. Ja, en kan je nog herinneren wat daar zo apart aan was of anders aan was dan de gewoonte in China? We konden niet echt een Chinees ontbijt vinden. Dus toen hebben we iets met pompoen en rijstbloem gemaakt en zo. Het was super lekker. Maar het was heel erg interessant dat je weer een andere cultuur leert kennen, maar ook weer in een andere taal die niet je eigen is. Het was super leuk om te doen. Ja, super leuk om te horen. Ik ben ook wel benieuwd, want 2 van jullie volgen ook nog steeds gymnasium, Grieks en Latijn. En hoe vinden jullie die combinatie, dat je TTO en ook nog die vakken erbij volgt? Nou ja, wij vinden sowieso Latijn en Grieks hele leuke vakken. Want ja, nou naast dat het gewoon natuurlijk een uitbreiding op je taal is, hoe cliché het ook klinkt, het helpt daadwerkelijk wel. Want je leert gewoon heel veel over taal, hoe dat in elkaar zit. Maar je krijgt er ook gewoon heel veel cultuur over mythologie en zo erbij. En ja, dat is gewoon super interessant. Dus dat is zeker waarom ik er ook voor heb gekozen. Ja, voor mij werkt de combinatie gewoon heel erg goed. Want in de eerste van tweetalig moet je natuurlijk verplicht gymnasium doen. En ik vond het eigenlijk wel leuk, want ik ging echt naar maart met het idee, ik ga geen gymnasium doen, ik kijk hoe ver ik kom. En nu heb ik Latijn en Grieks. Maar ik weet niet, het
trok toch wel mijn interesse. En toen ben ik in de tweede doorgegaan en toen moest ik mijn keuze maken, maar ik kon geen keuze maken. Dus ja, dus nu ben ik, doe ik het eigenlijk nog steeds. Ja, en dat is superleuk om te horen, ja. Ja. Wil u nog iets toevoegen? Ik onderbrak je. Ja, voor mij, het werkt, de combinatie met tweetalig werkt gewoon heel erg goed ook voor mij. Want het geeft, tweetalig is toch een extra uitdaging, maar dat is gymnasium ook. Maar het, ja, het helpt wel elkaar wel. Ik zie het heel vaak terug in mijn eigen lessen bij Engels, dat de leerlingen die bij Latijn en Grieks zitten, vaak bij literatuur beter nog dingen begrijpen, omdat ze ook daar diezelfde soort analyses moeten maken. En vaak ook meer nog weten van de achtergrond van taal. Dus ik zie ook wel dat terug eigenlijk vaak bij die leerlingen. Dat zij het soms nog net even een stapje eigenlijk makkelijker hebben, omdat ze die twee vakken erbij hebben. Ja, nou, jullie gaan ook wel weer bijna door naar een andere school. Want jullie zijn natuurlijk eigenlijk al een beetje bezig met studiekeuze. Denk je dat, wat gaat TTO daaraan bijdragen aan het feit dat je straks in een vervolgstudie zit? Nou ja, ik wil in Ierland gaan studeren. Dus ik, de Engels gaat mij heel erg helpen. Want natuurlijk gaat mijn hele studie dan in het Engels zijn. En dan moet ik alles in het Engels doen. En dat is echt super handig. Want nu, als ik al naar die websites kijk en wat ik daar moet doen en zo, ik snap alles wat er staat in het Engels. En ik heb er echt heel veel zin in om dat te doen. Ja, super. Dan maakt het denk ik een stuk makkelijker. Ja. Waarschijnlijk een grote voorsprong op heel veel andere leerlingen. En voor jullie, hebben jullie soortgelijke plannen of juist helemaal niet? Ja, ik heb altijd al een beetje de ambitie gehad om later in het buitenland te studeren of te gaan werken. Nou, ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar ja, het geeft je gewoon heel veel kansen natuurlijk. Want je beheerst de taal gewoon zo dat je daar niet echt twee keer over na hoeft te denken of je in het buitenland wil studeren. Aangezien Engels natuurlijk bijna overal wel wordt gesproken. Ja, mooi. Ik zelf wil ook wel graag in het buitenland studeren. daar ben ik heel erg mee bezig. Maar als ik een studie in Nederland ga doen, dan is dat ook sowieso in het Engels eigenlijk. Want ik vind het eigenlijk gewoon makkelijker nu om dingen in het Engels te volgen, omdat ik het zo erg ben gewend. En ik vind het ook leuker. Ja, misschien heb je ook wel al gemerkt dat als je vervolgstudies gaat bekijken, dat heel vaak de boeken in het Engels zijn. Of dat er colleges worden in het Engels worden gegeven. Dus daar heb je natuurlijk al een voorsprong. Want ja, dat komt heel natuurlijk al. En je weet van heel veel vakken ook al de terminologie erbij. Dus dat is wel prettig. En Len, jij? Ja, de taal van de wetenschap is natuurlijk op dit moment Engels. En ja. Ik weet niet of ik zelf in het buitenland zou willen studeren. Maar je ziet toch heel vaak dat, inderdaad wat Megan al zei, dat de studies in Nederland vaak ook deels of geheel in het Engels zijn. En dan heb je toch op de andere studenten een hele grote voorsprong als je tweetalig doet. En het biedt zoveel meer kansen als je in je latere leven ergens in het buitenland zou willen werken of zelfs wil reizen. Dus, ja, en veel Nederlandse universiteiten hebben tegenwoordig ook wel veel buitenlandse studenten. Dus dan is het ook daar, denk ik, een stuk makkelijker contact mee maken. En ook weer leuk, omdat je daar ook wel die culturenverschillen gaat zien die je eigenlijk hier ook al een beetje hebt meegekregen. Nou, als laatste heb ik voor jullie nog een slotvraag. Waarom zouden nieuwe leerlingen eigenlijk voor onze school moeten kiezen? Ja. Het is een hele leuke school. Goede sfeer. De school biedt heel veel, zoals bijvoorbeeld de grote brugklasshow. Veel grote uitdagingen. Docenten willen je altijd helpen. En ja, leuk sfeer. Ja, nog iets aan toe te voegen of heeft ze alles al genoemd? Ja, nee, ik ben het daar ook wel mee eens. Er zijn gewoon voor mijn idee heel veel dingen ook buiten, zeg maar, de lessen om die je kan doen. Wij zitten bijvoorbeeld in een beentje en zo heb je veel meer verschillende activiteiten en zo die je er rondom kan doen. Wat het gewoon een leuke plek maakt en een goede sfeer creëert voor iedereen. Ja, ik denk dat het ook een hele bijzondere of een fijne school is, omdat heel veel, we hebben natuurlijk, Maartens biedt alle verschillende niveaus aan, van VMBO tot tweetalig. En dat creëert ook op zichzelf een hele speciale sfeer op de school zelf. Dus daarom denk ik ook dat het een hele fijne school is. Nou, superleuk om te horen. Ik zou zeggen, dank jullie wel voor al jullie ervaringen. En ik hoop dat de leerlingen thuis daar wat aan hebben om te beslissen of ze wel of niet tweetalig gaan doen. Maar wij hopen natuurlijk allemaal dat ze bij ons op school komen. Dank jullie wel. Bij mij aangeschoven is meneer Huisman. Ik zou zeggen, stel jezelf even voor. Hallo, ik ben Albert Huisman. Ik ben docent Latijn en Grieks hier op deze school. En je krijgt ze met mij te maken als je kiest voor TTO. Want de TTO's krijgen meteen in de brugklas gratis Latijn en Grieks erbij. Ja, dat is inderdaad. Bij ons is bij tweetaligen in de brugklas sowieso Latijn en Grieks erbij. Hoe gaat dat dan? Hoe zien die lessen eruit in zo'n brugklas? Wat kunnen ze verwachten? Natuurlijk fantastische lessen. We hebben ongeveer 2 uur in de week. Nee, we hebben 2 uur in de week, niet ongeveer. We hebben 2 uur in de week Latijn en Grieks. We beginnen eigenlijk het jaar met kennismaking met de Romeinen en de taal van de Romeinen. Dus je leert Latijn.
En dan halverwege het jaar gaan we over naar de Grieken en dan leer je ook daadwerkelijk het Griekse alfabet en leer je ook Grieks lezen en vertalen. Dus het is eigenlijk heel erg bedoeld als een kennismaking, zodat ze uiteindelijk aan het eind van de brugklas kunnen kiezen of ze juist wel met het gymnasium door willen gaan of niet. Ja, inderdaad. Ja, ja. Dus je kunt inderdaad ook op tweetalig doorgaan met het gymnasium in de tweede klas. Het hoeft natuurlijk niet, je kunt ook gewoon doorgaan met tweetalig ateneum, maar dan heb je in ieder geval in de brugklas die kennismaking gehad van 2 uur in de week. En dan weet je ook waar je voor gaat kiezen of wat je dan juist niet wil kiezen, dat kan natuurlijk wel. Ja, ja, dus het is fijn voor leerlingen dat ze een keuze hebben. En doen jullie naast de lessen ook nog wel projecten erbij? Ja, zeker, absoluut. We hebben sowieso in elk jaar hebben we een excursie. In de brugklas gaan we naar het Archeon om de Romeinen in het echt te ontmoeten. We doen een speurtocht hier door Voorburg. Want Voorburg is een van de oudste steden van Nederland en zelfs een Romeinse stad geweest. Dus dat gaan we onderzoeken. En daarnaast hebben we ook in de andere klassen elk jaar eigenlijk een excursie. Naar Leiden, Amsterdam, Nijmegen, Xanten in Duitsland. Of wat ook maar van pas komt. Nou, dat klinkt eigenlijk superleuk. Heel erg bedankt voor al die informatie. Ik denk dat de leerlingen nu een beetje een beeld hebben van hoe Latijn en Grieks er in de brugklas uitziet. En hopelijk kiezen ze ervoor om het ook in de toekomst te blijven volgen. Zeker, dat hoop ik ook. Graag gedaan. Heel erg bedankt voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie nu een beter beeld hebben van tweetalig VWO. Na deze opname heeft u de gelegenheid om vragen te stellen aan mij. Op de website van de school vindt u een link naar een Google Meet, waar ik aanwezig zal zijn om vragen te beantwoorden. Voor alle leerlingen die momenteel kijken, zijn er ook links op onze schoolpagina te vinden naar lesjes. Er zijn 2 rondes zometeen, dus je kan 2 lesjes volgen. Er start er zometeen na deze opname een lesje en 25 minuten later start het tweede lesje. De lesjes die worden gegeven zijn Engels, Biologie, Wiskunde en Geschiedenis. Dus kijk zelf even welke lesjes je graag zou willen volgen. Stel, u heeft nog een heel persoonlijke vraag die u liever niet zometeen in de Google Meet stelt, dan kunt u mij ook altijd nog e-mailen en dat kunt u doen op hml@st-maartenscollege.nl. Heel erg bedankt voor nu en hopelijk zie ik u zo meteen terug in de Google Meet.